de schooltas. Zeg, heb je ook wel eens zo'n dag? Zo'n dag waarop alles verkeerd gaat. Nou ja, vast wel. Wie niet? Gelukkig weet je dat nooit van tevoren. Anders zou je de hele dag in bed blijven liggen. Maar soms voel je het ook aankomen. En ik kan je verzekeren dat André deze morgen donders goed weet wat hem boven het hoofd hangt. Om te beginnen heeft hij zijn huiswerk niet geleerd. Maar wat nog erger is... Nou ja, je snapt het al. Het is zo'n dag. André, je moet nu echt gaan, anders kom je te laat op school. André schuift het laatste stukje brood over zijn bord. Opschieten! Zijn moeder trekt hem overeind. Met lood in zijn schoenen sjokt hij naar de gang. Zijn jas hangt aan de kapstok en daaronder staat... Ineens krijgt hij een idee. Snel schiet hij in zijn jas en trekt de voordeur open. Dag mam, roept hij naar de keuken en denkt... Vlug de deur dicht trekken. Hey, krijg ik geen zoen meer? Zijn moeder steekt haar hoofd om de hoek. En vergeet jij niet iets? Vraagt ze streng. André blijft met hangende schouders staan. Ah, dat is het, zegt zijn moeder. Stel je niet zo aan. Het is een hele normale schooltas. Ja, toen jij op school zat misschien, moppert André. Onzin. Hij is gloednieuw en heel degelijk. Veel beter dan die rugzakken. Daarin gaan je boeken alleen maar kapot. Ze bukt zich en pakt de schooltas. André voelt een rilling over zijn rug gaan. De tas is enorm groot. Niet zo'n flitsende rugzak in lekkere felle kleuren. Nee, een leren. Met een hengsel. Niet eens met twee gordels om over je schouders te hangen. Ze zullen me allemaal uitlachen, probeert hij nog. Maar zijn moeder duwt hem de schooltas in zijn handen en zegt... Mars! Met een gezicht op 7 dagen onweer, bonkt André op zijn fiets de stoep af. Hij kijkt achterom. Stomme tas. Als ik hem nou eens per ongeluk verlies... Nee, dan draait mama mijn nek om. Dat is geen goed idee. Zal ik hem verstoppen? In het park? Of achter de heg bij de school? Dan doe ik mijn spullen in de plastic zak. En na de les haal ik hem gewoon weer op. André's ogen beginnen te twinkelen. Tot hij zich bedenkt dat hij geen plastic zak bij zich heeft. Een ander idee krijgt hij niet, hoe hij ook nadenkt. En zo komt hij bij school aan. Hij haalt diep adem en fietst het schoolplein op. Ga je op reis? André herkent gelijk de stem van Gerard en denkt, daar gaan we weer. Gerard hangt bij het fietsenhok. Hij stoot Leo en Joris aan die naast hem staan. Kijk eens, André heeft zijn reiskoffer bij zich. Joris verslikt zich. André doet of hij niets hoort en zet zijn fiets op slot. De lange slungel komt in beweging, gevolgd door Leo en Joris. Ze gaan voor André staan, zodat hij geen kant uit kan. Kan jij die tas wel tillen? Vraagt Gerard smalend. Hij kijkt op André neer. Zo'n ukkie als jij? Als André geen antwoord geeft, duwt Gerard hem tegen zijn schouder. Hé, ik vraag je wat dove. Gelukkig komt juist Jan Remco aangescheurd. Hey, Dree! Hij springt van zijn fiets en duwt haar in het rek. Achter hen klinkt de schoolbel. Phew, net op tijd, lacht Jan Remco. Kwam je ook net aankakken? Maar voor André kan antwoorden, valt Jan Remco's oog op de schooltas. Wat heb jij nou bij je? De tas van zijn opa, zeggen Gerard en Leo tegelijkertijd. André rukt de schooltas van zijn bagagedrager, duwt Leo en Joris opzij en loopt naar de ingang. Hey, wacht even, roept Jan Remco en rent hem achterna. Als we de gang doorlopen, vraagt Jan Remco, waar is je rugtas gebleven? Je had zo gaaf houden. Uitgescheurd, bromt André. Hoe kom je dan aan deze? Gisteren gekocht, geintje van mijn moeder. Ze wil dat ik een stevige tas heb. Nou, die heb je, merkt Jan Remco op. André werpt hem een vernietigende blik toe. De eerste 2 uur hebben de jongens gym en het is meteen raak. Als André met zijn tas de kleinkamer binnenloopt, klinkt er hier en daar gegniffel. En als hij zijn shirt uittrekt, kan Gerard het niet laten te vragen. Hé, André, ben je met gewicht even begonnen? Hij knijpt in André's arm
Je hebt opeens zulke spierballen. Leo en Joris gniffelen. Een paar andere jongens ook. André duwt Gerards hand weg en gaat zitten. Hij opent zijn schooltas en haalt zijn broek en gymschoenen eruit. Zitten mijn schoenen soms ook bij jou in de tas? Ik kan de mijne niet vinden, vraagt Gerard. Nee, wel je verstand, bijt André terug. Andere jongens schieten in de lach. 1-1, knikt André een kop. Natuurlijk belanden André en Gerard bij volleybal in hetzelfde team. Het is nu helemaal zo'n dag. Laat mij, laat mij! De bal komt met een grote boog door de zaal aangevlogen. Mijn bal, schreeuwt Gerard. Hij duwt André ruw opzij en strekt zijn handen. André kijkt naar de bal en vouwt hoofdschuddend zijn armen over elkaar. De bal vliegt ruim over het hoofd van Gerard en stuitert achter hem op de grond. Woedend draait Gerard zich om. Idioot, waarom nam jij die bal niet? Wie riep er, laat mij, mijn bal? Even weet Gerard niks te zeggen. Nou, vraagt Jan Remco achter met een brede grijns. Gerard balt zijn vuisten en zijn hoofd wordt donkerrood. Net een kokende fluitketel, denkt André. Nog even en hij gaat fluiten. Maar het is de meester die begint te fluiten. Allemaal douchen, roept hij. Ik krijg jou nog wel, sist Gerard als hij voor André door de deur naar de kleedkamer dringt. Het volgende uur gaat het vrolijk verder. André ziet dat er een papiertje wordt doorgegeven. Vast van Gerard. Zo gauw iemand het briefje in handen krijgt, volgt hij een zacht gegniffel. Na een tijdje krijgt de meester er schoon genoeg van. Ja, kan dat wat minder? Vraagt hij streng. Dreigend kijkt hij in het rond. Even keert de rust terug in de klas. Goed dat hij niet weet dat het om mijn tas gaat, denkt André. Met zijn voet schuift hij de tas een beetje verder achter zijn stoel. André zit nu met je tas te spelen. Dat had de meester beter niet kunnen zeggen. Hij wordt onder druk geproest. Daarmee is de maat voor de meester vol. Hij springt overeind. Is het nu afgelopen of willen jullie allemaal nablijven? Dat kalmeert de klas. Vanuit zijn ooghoek gluurt André naar de klok. Het is bijna tijd. Nog 2 minuten. Zou hij het halen? Maaike, wat is de hoofdstad van Zeeland? Middelburgmeester, antwoordt Maaike. De meester knikt tevreden. En wie kan mij vertellen wat de hoofdstad van Overijssel is? De meester kijkt de klas door. Iedereen is muisstil. Niemand wil een beurt krijgen. André maakt zich zo klein mogelijk. Gerard. Gerard fronst zijn wenkbrauwen en begint diep na te denken. Goed zo, zo, zegt André op zichzelf. Denk maar lekker lang na. Hij werpt weer een blik op de klok. De wijzer verspringt. Ongeduldig begint de meester met zijn vingers op tafel te trommen. En eindelijk antwoordt Gerard, Zolle. De meester zucht. Nou, dat werd tijd. Hij laat opnieuw zijn blik door de klas gaan. André voelt zijn hart in zijn oren kloppen. Opeens kijkt de meester hem recht aan. André's hart stopt. Nu zal de meester ontdekken dat hij de les niet kent. Maar op dat moment gaat de bel. De kinderen springen joelend overeind. Wacht even, roept de meester. André schrikt en houdt zijn adem in. Soms gaat de meester door met vragen. Denken jullie erom dat jullie taak 11 en 12 morgen inleveren? De kinderen kreunen. Ja, ja, het is een ramp, zegt de meester. Ik hoop wel dat jullie morgen wat rustiger zijn. André haalt opgelucht adem. Hij kwakt de schooltas op zijn bagagedrager en trekt de snelbinders eroverheen. Net als hij zijn sleuteltje in het slot wil steken, gist iemand het uit zijn handen. 2 maal geraden wie? André hoeft niet eens achterom te kijken. Gerard, geef hier, zegt André. Pak hem dan, lacht Gerard. André draait zich om en doet een uitval. Maar Gerard heeft de sleutel al over zijn hoofd naar Leo gegooid. Kom op, zucht André en houdt zijn hand op. Ja, laat hem, zegt Gerard op een zielig toontje. Ja, hij kan zo goed vangen, lacht Joris. Leo gooit de sleutel, maar niet naar André. Intussen komen andere kinderen bij het hok om hun fiets te pakken. Ze blijven staan. Het duurt niet lang of er verzamelt zich een heel groepje om de jongens, wat weer andere kinderen aantrekt. Gerard laat het sleuteltje hoog boven zijn hoofd bungelen. André doet niet eens een poging erbij te komen.
Gerhard en zijn maten zijn stukken groter. Mooi op, zegt dan Woef. Doe niet zo flauw, geef terug, zegt André. Maar Gerhard denkt er niet aan. Eerst blaffen. Hij geeft hem die sleutel terug. Jan Remco dringt tussen de kinderen door naar voren. Maar Leo en Joris versperren hem de weg. Ik hoor niks, grenst Gerhard. Op dat moment ziet hij de meester in de deuropening verschijnen. Vliegens vlug gooit hij het sleuteltje naar André en is in een tel verdwenen. Leo en Joris kijken hem verbijsterd na. Wat is er aan de hand? Roept de meester. Maar niemand geeft antwoord. De kinderen zwermen uiteen. De meester kan niets ontdekken en loopt weer terug naar binnen. Eikel, schelt André. Joh, trek het je niet aan, zegt Jan Remco. Gerhard is zo dom dat hij dit jaar vast wel blijft zitten. Oftewel, zo dom als het achtereind van een varken. Ah nee, dat is een belediging voor het varken. Die kan tenminste nog een krul in zijn staart leggen. André lacht flauwtjes. Hij trekt zijn fiets uit het hok. Maar intussen denkt hij, morgen is het vast weer raak. En dat allemaal door die rotas. Hij stapt op en wil het plein affietsen. Blijf staan! Vanuit het niets springt Gerhard voor André's fiets. Ik ben nog niet klaar met jou. Nog net op tijd kan André op zijn zwenken om een botsing te voorkomen. Gerhard grijpt de snelbinders van de fiets vast en André vliegt bijna over het stuur. Met een zware plof valt de schooltas op de grond. Grijnzend begint Gerhard met de tas te voetballen. Leo en Joris komen tegelijkertijd aanrollen en roepen hier met die bal, Gerhard. De andere kinderen op het schoolplein stoppen. Op dat moment knapt er iets in André. Hij springt van zijn fiets en laat hem op de grond kletteren. Vervolgens rent hij op Gerhard af, geeft hem een zet en bukt zich om zijn tas op te pakken. Hé, wat denk je wel dat je doet? André komt langzaam overeind, haalt briesend adem en kijkt de pestkop aan. Zijn hand klemt zich om het hengsel van de tas. Zo stevig dat zijn knokkels wit worden. Oké, fluistert hij. Je hebt erom gevraagd. Hij draait zich om, zwaait met de tas door de lucht en haalt plotseling uit. Yes, roept Jan Remco. Met open mond ziet iedereen Gerhard achterwaarts door de heg verdwijnen. Wauw, wat een voltreffer, stamelt Jan Remco. Sprakeloos staren de kinderen naar het gat in de heg. Tot het hoofd van Gerhard verschijnt, bedekt met blaadjes en bengelende takken aan zijn oren. Hij knippert even versuft met zijn ogen en schudt zijn hoofd. Dan barst iedereen in lachen uit. Zelfs Leo en Joris brullen van het lachen. Alleen Gerhard denkt er anders over en smeert hem als een haas. André knikt tevreden. Hij bekijkt zijn schooltas en veegt hem schoon. Stevige tas, zeg, merkt iemand op. Was die duur? Vraagt een ander. Waar heb je die gekocht? Wil een derde weten. André bindt de tas rustig op de bagagedrager en stapt op. Het zou hem niet verbazen als Gerhard hem voorlopig met rust laat. En dat door die nieuwe schooltas. Hij kijkt nog een keer achterom en denkt, een beste tas.